Die tv staat niet op Nederland 1 en die staat niet op Nederland 2. Die staat daar tussenin. En dat noemt u ruis. Nou, de een is een ruis, de ander is een signaal. Want namelijk ongeveer 1% van die ruis is niets anders dan het nagloeien van die oerknal 15 miljard jaar geleden. Wat maakt donkere materie zo spannend? De Universiteit van Nederland presenteert elementair deeltjesfysicus professor Dr. Frank Linde. Een beetje klappen, ja. Kom op. Elektronen, protonen en neutronen. Alles wat ik hier zie is daarvan gemaakt. U, de stoel waarop u zit, ikzelf, dit podium, de lucht die we inademen. Fantastisch. Toch ga ik u in dit college vertellen waarom wij natuurkundigen er vrijwel van overtuigd zijn dat dit niet alles is. En dat niet alleen voor onze eigen job security. Nee, we hebben hele goede indicaties dat dit alles wat wij zien slechts 20% is van de materie in ons universum. Dus er is 4 keer meer dan dit, 80% namelijk, ook nog in het universum. En voor gebrek aan beter noemen we dat op het moment donkere materie. U kunt dat vergelijken met een ijsberg. Als je een ijsberg ziet en je bent ongelukkig op zo'n boot en je ziet hem niet zo goed, je ziet niet wat eronder hangt, dan zie je die 18-20% erboven. Dat kunt u associëren met de zichtbare materie, gewone materie. Maar er hangt nog zo'n kleine 80% onder water die u niet ziet. En dat noemen wij dan die donkere materie. Nou ja, die ijsberg is natuurlijk gewoon elektronen, protonen en neutronen, dus dat is niet zo interessant. Donkere materie is wat anders. Voordat ik u kan uitleggen waarom wij denken, of waarom wij zeker weten dat het donkere materie is, en laat staan voordat ik u ga uitleggen hoe wij dat denken te detecteren, te ontdekken, moet ik u 1 ding vertellen over de natuurkrachten. Want daar heb ik het op het moment amper over gehad. Ik heb het heel veel gehad over elementaire deeltjes. En u kunt eigenlijk, als dat alles was, dat vergelijken met een film waarvan u alleen de aftiteling ziet. U ziet de film en u ziet alleen de aftiteling, de acteurs. Dat heb ik u nou verteld, de elementaire deeltjes. Dat is natuurlijk heel saai. Een film is pas leuk als je ook nog de echte hoofdfilm ziet met de actie en met spanning en weet ik wat allemaal, of romantiek. Kies het maar, die hebben we ook. Dat noemen we charm quark, is romantiek. Dus die hebben we ook nodig. Nou, die hebben gelukkig elementaire deeltjes ook, die interactie. Dat doen ze namelijk via de natuurkrachten. En we hebben er niet 1, we hebben er niet 2, we hebben er 4. En die ga ik nu even kort toelichten op deze slide. Nou, de allereerste die kennen we allemaal, dat is de zwaartekracht. Meneer Newton kijkt, aarde, pong, en dat is zwaartekracht. Sorry, dat geeft een goede troep. Die valt naar beneden, want die aarde is heel zwaar, die trekt aan die appel. Zwaartekracht, merken we allemaal. Het andere ding wat ontzettend belangrijk is de elektromagnetische kracht. Dat denkt u misschien niet, maar die is echt ontzettend veel zwaarder, sterker dan zwaartekracht. Ik heb hier een magneet. Die valt naar beneden. Maar als ik een andere magneet pak en ik doe het goed, dan valt die helemaal niet meer naar beneden. Die elektromagnetische kracht is echt ontiegelijk veel zwaarder dan de zwaartekracht. Nogmaals, dat denkt u niet, maar het is wel zo. En waarom is dat zo? Of waarom merkt u dat niet? De aarde bestaat uit heel veel massa. En massa heeft de komische eigenschap dat die maar in 1 manier komt, alleen maar massa. Alleen maar massa. Terwijl elektromagnetisme, magneten, komen met 2 polen. Elektriciteit komt met plus en min. En gelukkig is in alles wat ik hier zie, elektriciteit neutraal. Als u en ik zouden verschillen van lading, u een beetje plus en ik een beetje min, dan zouden we elkaar gigantisch aantrekken. En omgekeerd, ja, nee, dat komt ook nog. Dat komt nu. Als u een beetje plus bent en ik ook een beetje plus, dan blazen we elkaar gigantisch hard weg. Nou, gelukkig is het allemaal neutraal. En die enkele keer dat het niet neutraal is, dan krijg je zo dingen als bliksem, grote klappen. Dus dat is een hele sterke kracht. Dat is nummer 2. Dan zijn er nog 2. Dat zijn allebei kernkrachten. Dat is enerzijds een sterke kernkracht. Die zorgt ervoor dat die quarks samen in dat proton en neutron zitten. En die zorgt er ook voor dat die protonen en neutronen samen zo'n kern maken. Een atoomkern. Dat is de sterke kernkracht. Merkt u eigenlijk niks van, maar hij is er wel. En dan is er nog de zwakke kernkracht. En elke keer als je een neutrino ziet, dan had je een zwakke kernkracht. Heel zwak. Merkt u eigenlijk ook niks van in het dagelijks leven. Nou, ik had natuurlijk dolgraag ook een experimentje meegenomen, maar ja, een atoomexplosie hier op het podium, dat leek me niet zo'n goed idee. Dus daar heb ik geen illustratie van die kernkrachten. Samen, die elementaire deeltjes en die 4 natuurkrachten, die vormen een fantastisch theoretisch framework. En de beste illustratie, dat vind ik eigenlijk dat de mensheid tegenwoordig, wij zitten ergens aan de rand van zo'n sterrenstelsel, het Melkwegstelsel, wij
hebben een theorie die zegt dat dat zo'n 15 miljard jaar geleden begonnen is in een oerknal. En het mooie is dat we dat kunnen doorrekenen en dat we bepaalde dingen kunnen voorspellen die we dan nog kunnen verifiëren ook. Dus dat lijkt behoorlijk goed te werken. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere metingen die we ook fantastisch goed begrijpen. Maar ik wil even over die oerknal praten, want dat is toch eigenlijk wel heel mooi. Daar heeft de mensheid altijd over gefilosofeerd waar we vandaan komen. Die oerknal die begon dus 15 miljard jaar geleden. En toen was het ontzettend heet. En dat kunt u vergelijken met zo'n kookplaatje, wat ik nou gelukkig niet aangezet heb. Maar als ik dit aangezet heb en ik doe mijn hand erop, dan is het auw. Als ik mijn hand eraf haal en ik zet hem uit en ik doe mijn hand erop, is het nog steeds auw. Maar nou flikkert hij bijna. Als ik een uurtje wacht en ik doe mijn hand erop, dan is hij misschien nog een heel klein beetje warm. En dan straalt hij niet meer in het zichtbare licht, maar dan krijg je infraroodstraling. Zo werkte het met zo'n kookplaatje. Nou, zo werkte het met het universum ook. Dat was echt ontiegelijk heet, 15 miljard jaar geleden. En het is afgekoeld. En die theorie die wij hebben, die kan dat voorspellen en een heleboel meer. Maar die voorspelt dat vandaag de dag die temperatuur van het universum 271 graden onder nul is. Dat is echt ontiegelijk koud. Dat is dus niet hier. Wij zitten op een aarde, is heel speciaal. Maar buiten de aarde, in het, zeg maar het buitenaardse, daar is het dus 271 graden onder nul. En dat kunnen wij meten. En dat hebben we gemeten en dat klopt fantastisch met de metingen. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. En het grappige is, u kunt het vanavond ook bekijken zonder dat u het weet. Daarom staat die tv daar. Die tv staat niet op Nederland 1 en die staat niet op Nederland 2. Die staat daar tussenin. En dat noemt u ruis. Nou, de een is een ruis, de ander is een signaal. Want namelijk ongeveer 1% van die ruis is niets anders als het nagloeien van die oerknal 15 miljard jaar geleden. Nou, ik durf te beweren, dat is met afstand het mooiste tv-programma wat u kunt bekijken. Elke avond weer. Daarna kijken en u realiseren, 1% is het nagloeien van die oerknal 15 miljard jaar geleden. En we kunnen het uitrekenen en we kunnen het ontiegelijk nauwkeurig meten. Ik vind het echt geweldig, maar ik zal er nu over stoppen. Ik ga nu praten over dat sterrenstelsel hier en nu ga ik u uitleggen waarom wij denken dat het donkere materie moet zijn. Dit is een sterrenstelsel, ik weet echt niet eens of het de onzin is, maar het is in ieder geval een plaatje van een sterrenstelsel. Wij bevinden ons in zo'n ding hier ergens aan de rand. En dat sterrenstelsel is echt een geweldig mooi ding. Want diezelfde theorie die ik net vertelde, die voorspelt dat dit soort dingen ontstaan. Die oerknal was een grote boom. En vervolgens condenseert materie zich samen. En die materie condenseert vanwege de zwaartekracht, een van die vier natuurkrachten. En een van die dingen waarin die condenseert is sterren. Die verzamelen zich weer samen in een melkwegstelsel zoals dit. Zwaartekracht at work. Het grappige is, die sterren geven licht. Waarom doen ze dat? Dat doen ze omdat er in die sterren kernreacties plaatsvinden. Dus de kernkrachten at work. Die maken heel veel energie vrij, die zetten massa om in energie, lichte elementen, waterstof, in helium, in koolstof en uiteindelijk in ijzer. En dat doen die dingen in die sterren en dat geeft licht. Dus dat is kracht nummer 2, die sterke kernkracht in zo'n sterrenstelsel. En dat licht, waarom zien wij dat? Dat licht is een verschijnsel wat heeft te maken met elektromagnetisme, de elektrische en magnetische krachten. En daarmee kunnen we kijken naar zo'n sterrenstelsel. Dus dat is echt fantastisch. Nou, ik heb u nou verteld dat wij heel veel dingen snappen. We kunnen heel veel dingen uitrekenen. En toch klopt niet alles. Er is niet één meting. Er zijn een aantal metingen die aangeven dat wij iets missen. En de meest makkelijke om dat vooruit te leggen is als je naar zo'n sterrenstelsel kijkt. Dan kan je zo'n sterretje eruit pikken. Bijvoorbeeld daar. En je kan gaan kijken hoe snel die ronddraait in dat sterrenstelsel om het centrum van het sterrenstelsel. Moet je maar denken aan een zonnestelsel. Met een zonnestelsel Mercurius. Die staat het dichtst bij de zon. Die draait in 88 dagen om de zon heen. Dat wordt bepaald door de massa van de zon en door de afstand van Mercurius tot de zon. De aarde die staat een stuk verder weg. Die doet er per definitie 1 jaar over, want dat is 1 jaar. Maar dat kan je ook uitrekenen, want die staat dus op de afstand dat het 1 jaar duurt. En Jupiter die doet er geloof ik wel 12 jaar over, die zit nog een heel stuk verder weg. Nou, dat geldt voor zo'n ster ook. Het is hier wat complexer, want er is niet 1 zwaartekrachtcentrum daar in het midden, maar er is een heleboel materie. Maar als je dat allemaal weet, die materie, dan kan je uitrekenen hoe snel die ster moet ronddraaien. En je kan dat met name uitrekenen voor sterren die hier ronddraaien, die hier ronddraaien, die hier ronddraaien, die hier ronddraaien, die daar ronddraaien. En het schokkende is, daar klopt helemaal niets van met de theorie. Dat is echt helemaal verkeerd, die metingen. En nogmaals, dit is 1 meting die ik makkelijk vind om uit te leggen. Er zijn een aantal andere die precies hetzelfde laten zien. Nou, dan heb je 2 keuzes. Je kan of zeggen, ik gooi die theorie op de helling. Dat is wel diezelfde theorie van Newton en van Einstein, waarmee we naar de maan gevlogen zijn en waar sommige mensen mee naar Mars vliegen, die fantastisch goed werkt. De andere hypothese is, dit is materie die wij zien. En zien betekent dat de materie gevoelig is voor elektromagnetisme. En het is ook materie die te maken heeft met protonen, neutronen, kernkrachten. Stel je nou eens voor als er in het universum materie is die niet gevoelig is voor elektromagnetisme. Dan zien wij die heel moeilijk.
die niet gevoelig is voor de sterke kernkracht, dan merken we er ook heel weinig van. Maar die bijvoorbeeld alleen gevoelig is voor die extreem, extreem zwakke kernkracht. En ik heb het u niet verteld, maar ik vertel u, die zwaartekracht is nog veel zwakker. De enige reden dat we die zien is omdat er zulke hele grote bollen zijn met massa. Namelijk zo'n sterrenstelsel. Stel je voor dat die materie er is. Hoeveel heb ik dan nodig om hierin te stoppen, in dit sterrenstelsel? Zodanig dat die metingen die ik doe aan het ronddraaien van die sterren precies klopt met de theorie. En dat is precies 4 keer meer dan wat ik daar zie. Nou, nogmaals, er zijn nog een aantal andere metingen die precies hetzelfde laten zien. Botsende sterrenstelsels. Het überhaupt het samenklonteren van materie na de oerknal tot een sterrenstelsel. Daar heb je gewoon meer materie voor nodig, anders was het nooit gebeurd. En dat alles heet donkere materie. Dat moet er dus zijn, zijn wij heilig van overtuigd. Ook de detailmetingen aan dat nagloeien van het universum laten ook zien dat de donkere materie moet zijn. Dat kunt u niet meten thuis in uw huiskamer trouwens. Dus de uitdaging is, ga dat vinden. In zekere zin is het net zoals de Higgs die voorspeld werd, hebben we gevonden. De neutrino die voorspeld werd, hebben we gevonden. Donkere materie is voorspeld. Dat willen we gaan vinden. Nou, het mooie is, dat kunnen we op een aantal manieren doen. En de meest elegante manier is gewoon, je hebt hier in deze ruimte zit donkere materie, heel veel. Daar lig ik soms wakker van, want ik denk dat ik dat kan detecteren. Heb ik volgend jaar de Nobelprijs Natuurkunde. Maar ja, dat is me nog niet gelukt. Dat zit hier en dat dwarrelt rond. En soms stuit het op zo'n kern, heel soms. En dan geeft het zo'n kern een duw. En ik kan eigenlijk beter hier duwen. En dan geeft het hem een duw. En daardoor verliest hij een paar elektronen. En dat kan je gelijk meten in een detector. Dat noemen we de directe detectie of de verstrooiing van donkere materie. Dat klinkt redelijk simpel. Dat doen we op een aantal plaatsen op aarde. Maar het is niet zo simpel. Misschien kan ik nu een slide krijgen van zo'n experiment. Of nou niet van zo'n experiment, maar van een locatie. Diegenen die wel eens naar Italië op vakantie gaan. Als je van Aquila naar Teramo rijdt, dat is onder de Apennijnen door. Dan rij je door een tunnel heen. Als je daar doorheen rijdt en je keert om en je rijdt terug die tunnel in en je keert en halverwege sla je rechtsaf. Dan kom je in een groot laboratorium waar diep onder de grond, 1500 meter... allemaal spelonken zijn waarin hele vreemde experimenten zijn. En daar staan experimenten die zoeken naar wat ik net zei. Namelijk zo'n donker materiedeeltje wat poef doet en een kern een duwtje geeft. Waarom doen we dat nou zo diep onder de grond? Dat is omdat hier heel veel troep is. Er zijn heel veel kosmische stralen. En die geven allemaal ook poef aan een kerntje. Er is ook een heleboel radioactiviteit. Ja, dat is allemaal heel eng natuurlijk, maar kan het ook niet helpen. Dat is er gewoon. En als u dat allemaal niet gelooft, hier staat een detector. En als het over is, moet u ook zelf even gaan kijken. Maar hier op het scherm komt een filmpje ervan. Dat is een detector. En die meet sporen van deeltjes. Diegenen die dichtbij zitten, die kunnen gewoon zien dat er allemaal vette sporen in staan. Hier ziet u een stukje film ervan. Dus hier ziet u spoortjes, dunne spoortjes, vette sporen. Dat heb ik niet meegenomen van mijn instituut, heb ik niet meegenomen van CERN. Dat is hier gewoon. Dat is allemaal achtergrond, allemaal ruis, die allemaal onze meting van donkere materie kan verzieken. Dus dat wil je niet zoveel zooi, dat moet je kwijt. En als je dat kwijt wil, dan moet je heel diep onder de grond gaan. En dan moet je je detector maken van heel schoon materiaal. Daar wil je niet iets in gebruiken wat een beetje radioactief is. Het mooiste materiaal wat wij gebruiken, vind ik altijd, is lood. Lood hier op aarde is vrij radioactief. Dat komt door die kosmische stralen, die doet wat met dat lood. En dan heb je een radioactief stukje lood en dat is heel vervelend. Maar het gelukkige is, 2000 jaar geleden waren die Romeinen ontzettend actief op deze wereld. En die hadden lood in overvloed, gebruikten ze overal voor. En dat verscheepten ze ook over de Middellandse Zee alle kanten op in hun galjoenen. En er zijn er heel veel van gezonken. En die liggen op de bodem van de Middellandse Zee, 2000 meter, 3000 meter diep. En er zit al dat lood. En dat lood heeft 2000-3000 jaar geen kosmische stralen gezien. Dat is 2000-3000 jaar schoner en schoner en schoner geworden, want alles wat niet schoon was, is vervallen. En wij vinden het echt geweldig om zo'n schip te ontdekken. Of als iemand anders het ontdekt, vinden wij het geweldig om al dat lood eruit te halen en direct in onze mijn onder de grond te zetten. Want dat is heel schoon. Dat gebruiken wij in onze experimenten. In vele kilo's. Heel leuk. Zie je zo'n loodblokje met SPQR erop. Hartstikke mooi. Goed, dat is één experiment. Dat is het experiment wat direct de detectie doet. Een andere mogelijkheid is, er is donkere materie, beweer ik. Er is ook antidonkere materie. Als die twee bij elkaar komen, annihileren ze elkaar. Net zoals de biljartballen en de bananen en de antibananen. En dan kan uit die energie, na die annihilatie, kan gewoon een lichtdeeltje komen. Twee, of een neutrino en een antineutrino. Of een elektron en een anti-elektron. Waar gebeurt dat? Dat gebeurt natuurlijk daar waar je veel donkere materie wil zitten. In het centrum van de zon. Of in het centrum van ons melkwegstelsel. Dus als je nou een grote detector bouwt. En dat zijn echt grote detectoren, kubieke kilometers groot. En als je daar nou iets meet wat de hele tijd uit één bepaalde locatie komt. En ook nog met steeds dezelfde energie. Want let wel, als ik een donker materiedeeltje neem en ik neem een antidonker materiedeeltje. En ik zet die bij elkaar en ik
converteer dat in energie, dan is dat natuurlijk de massa van dit deeltje met Einstein, E=mc² en de massa van dit deeltje. En als er twee nieuwe deeltjes uitkomen, hebben die allebei dezelfde massa of energie als dat inkomende donkere materiedeeltje. Dus de energie van die dingen uit die annihilatie is altijd hetzelfde. Dus als je dat kan vinden uit één locatie, daar waar heel veel massa zit, en dezelfde energie, is dat je visitekaartje voor een indirecte ontdekking van donkere materie. Namelijk donkere materie die ergens zit in het centrum van het melkwegstelsel, niet hier op aarde. Nou, de allermooiste is natuurlijk ons succesverhaal. Dat zijn die versnellers, want daar hebben we het allemaal zelf aan de knoppen kunnen draaien en zo. Is hartstikke mooi. Daar kunnen we donkere materie maken. Dus we kunnen gewoon in Genève deeltjes op deeltjes knallen of deeltjes op antideeltjes. En dan kunnen we donkere materiedeeltjes maken in deze vuurbollen. En dat is echt het meest gecontroleerde manier om het te meten. En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe moet ik zo'n botsing, waarvan we er letterlijk miljarden hebben gemaakt, miljarden, namelijk 40 miljoen per seconde. Hoe kan ik nou eentje waar donkere materie in zit onderscheiden van al die andere botsingen? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want als hier een donkere materiedeeltje gemaakt wordt, dan loopt dat je detector uit en doet niks. Want donkere materie die doet geen elektromagnetische wisselwerking, die doet geen sterke wisselwerking, die doet bijna niks. Dus dat is heel makkelijk. Het is alsof je zo'n plaatje van zo'n botsing hier, waar een hap uit is. Want je ziet in een stuk van je detector, zie je niks. Daar ging die donkere materie weg. Terwijl je natuurlijk verwacht dat er plaatjes zijn zoals hier, namelijk mooi gebalanceerd. Dus je moet gewoon een plaatje vinden met een hap eruit. Bijvoorbeeld dit hele stuk weg, dat het niet klopt. Dan is dat een hele goede indicatie voor dat er donkere materie gemaakt werd. Wat je wel heel goed moet weten, is dat je detector het goed doet. Want als deze hap van je detector het niet doet, dan kan je publiceren dat je donkere materie ontdekt hebt. Dat is heel mooi, dan krijg je bonuspunten, publicatie. Maar een paar maanden later moet je dan een rectificatie publiceren en dat is toch niet zo goed. Dan maak je je niet zo populair. Je hebt wel twee publicaties voor de prijs van één. Dus het goede nieuws is, we hebben drie verschillende manieren om donkere materie te vinden. En dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, we hebben het nog niet gevonden. Nou, we hebben al wel een knuffel voor donkere materie. Hij is heel zwaar, hij ziet er heel gek uit. Hij heeft allemaal gekke gaten, extra dimensies, allemaal gekke dingen. Dat is deze. Echt heel zwaar. En nou, afsluitend wil ik je toch nog vertellen, wat drijft mensen zoals mij nou dat ik hiermee bezig wil zijn, in plaats van, weet ik wat, geld verdienen bij een bank of zo. Ja, wat drijft mij nou? Nou, ik kan u vertellen, er is maar één antwoord voor. Dat is pure nieuwsgierigheid. Ik vind het gewoon leuk om te weten hoe de wereld in elkaar zit. En volgens mij zijn we de afgelopen 100 jaar heel ver gekomen. 1897 het elektron. En sindsdien, ik heb er daar nog een serie liggen. Een hele verzameling van deze, dat is een appel trouwens, van deze deeltjes. Okay? Hartstikke leuk. Kan je ook afvragen, is dit onderzoek nuttig? Nou, ik kan u vertellen, elektronica heet niet voor niks elektronica. Want dat komt van het elektron. Nou, ik denk niet dat u uw leven wilt voorstellen zonder elektronica. Kwantummechanica ligt ten grondslag aan de computingindustrie. Ik denk ook niet dat u daar uw leven zonder dat wil voorstellen. En dat allemaal met die 20% van de materie die we kennen. Dus u kunt ook nog even nadenken over die 80% die we nog niet kennen. Wat je daar wel niet allemaal mee zou kunnen. En afsluitend, is dit onderzoek duur? Nou, iedereen die hier zit, die betaalt jaarlijks één zak patat met aan CERN. Daar ben ik u ontzettend dankbaar voor. Mijn dank. U betaalt ook nog een halve zak patat aan mijn instituut, het NICEF. En als u dat geen goede maat vindt, dan moet u zich ook realiseren dat het ongeveer een paar procent is van uw internetabonnement dat u jaarlijks heeft. En ook dat heeft u alleen maar omdat CERN in 1991 gratis voor niks het World Wide Web geleverd heeft. Gratis. Dank u.